iemands hart was gebroken. En toen schreeuwde de instructeur dus door de microfoon: je hart kan niet breken. Alleen je verwachtingen kunnen breken. Ik ga jullie zometeen misschien iets vragen om te doen. Iets collectiefs. Wat echt verschrikkelijk is om aan mensen die in een zaal zitten vragen. Maar ik ga het toch proberen. Maar dan weten jullie dat dat gaat gebeuren. Ik kreeg een tijdje geleden een filmpje opgestuurd. Ik denk zo'n 30 jaar geleden, begin jaren 90, op een camping in Bretagne. Waar ik ook was. En wij gingen elke zomer gingen we daar met mijn familie gingen we daar kamperen. Het was niet echt eens een camping. Het was gewoon een stuk land waar je ook als je... Je wc was dan een gat in de grond dat je zelf moest graven en dan een tentje eromheen zetten. Dus dat was allemaal hartstikke leuk, dat kamperen. En wat we dan 's avonds deden, maakten we kampvuur en speelden we het spel De Pet van Tante Jet. Zijn er mensen die dat kennen hier? Echt niemand? Oké. Het is ook helemaal geen leuk spel. Het gaat zo. Eén iemand wijst iemand anders aan die de pet van Tante Jet heeft. In dit geval, oké, iemand zegt Julien heeft de pet van Tante Jet. Dan zegt iedereen, Julien heeft de pet van Tante Jet. Kunnen jullie dat even doen? Julien. Dan zeg ik, wie ik? En dan zeggen jullie, ja, jij. Wie ik? Ja, jij. Ik en niet. En dan vragen jullie, wie dan wel? Wie dan wel? En dan zeg ik, Thijs heeft de pet van Tante Jet. Thijs. En ik en niet. Wie dan wel? Nee, en zo gaat het dus door tot iedereen. Dat zal ik jullie niet aandoen. Aan de beurt is geweest. En het is hartstikke leuk. En dan kan je naar bed. Ik moest eraan denken toen Rogaja mij voor deze avond vroeg. Omdat het is een spel dat wel een spel is, maar het heeft geen doel. Er is geen winnaar. Het is saai. En het is echt met name helemaal niet efficiënt. Als je een spel kan doen, is dit het minst efficiënte, minst productieve spel dat er is. En ik moest daarom ook denken aan nou ja, ik ken het gedachtegoed van Marcuse niet heel goed, maar toen zij mij uitlegde en ik er wat over las, dacht ik van, oh ja, maar Marcuse heeft denk ik de pet van Tante Jet. Want de afgelopen jaren heb ik stukken en verhalen en columns voor de Volkskrant geschreven die over het moderne leven. En als ik dan dat gedachtegoed van Marcuse daarnaast leggen, denk ik van, oh ja, daar zit veel, ik voel daar wel veel bij. Het is niet één op één vergelijkbaar, maar het is wat hij zegt over de eendimensionale mens, dat zit er wel in. Ik begon bijvoorbeeld in 2018, heb ik een stuk geschreven over de 4-hour chef. Dat is een heel stom boek, / methode, waarin je dus heel goed en efficiënt leert koken. En dat iedereen kan daar een keukenprins in worden, is dat het idee. En de Volkskrant had gevraagd van, wil jij dat stuk gaan maken? Want we zijn bezig met een special over opgeruimd leven en efficiënt leven. Dus ik kreeg dat boek en ik vond het helemaal niet leuk, omdat ik juist vind dat koken een beetje aanrommelen en niet weten wat je moet doen en een beetje experimenteren is. Maar goed, dat mocht allemaal niet van dat boek. Volgens dat boek was koken een wedstrijd met jezelf en low carb wijn en dat soort dingen. Verschrikkelijk. In dat stuk schreef ik ook over de maaltijdboxen die, nou ja, misschien sommige van jullie ook op geabonneerd zijn. Ik dan niet, toevallig. Omdat het hartstikke duur is. En je kan ook gewoon zelf koken. Maar het idee van zo'n maaltijdbox is best wel simpel. Je krijgt een box thuis met een recept erbij. En iedereen kent dat natuurlijk wel. Het enige wat je hoeft te doen is het gewoon nog in de pan te gooien. Dus je hoeft niet meer te bedenken wat je gaat eten. Je hoeft niet meer zelf die boodschappen te doen. Je hoeft niet meer te bedenken hoe je het precies bereidt. En het staat allemaal. Het is koken op z'n aller productiefst en heel erg efficiënt. In die lijn, wat ook heel erg productief en ook efficiënt is, zijn e-bikes. Daar heb ik ook best wel veel over geschreven. Meer dan ik leuk vind om over geschreven. Omdat ze eerst opkwamen als een soort van gekke rariteit. Een jaar of 10 geleden ongeveer. En toen als revolutie. En nu is het eigenlijk, nou ja, we zitten in Amsterdam. In Amsterdam is het min of meer wel de norm geworden om een e-bike te hebben. En in zekere zin doen die e-bikes ook hetzelfde wat die maaltijdboxen voor ons doen.
Wij hoeven maar een minimale inspanning te leveren om een maximaal resultaat te krijgen. De energie die ik er in een e-bike stop, die wordt optimaal gebruikt in de afstand die ik kan afleggen. Dus je doet geen moeite, je bent sneller. En ja, we worden allemaal elke dag door hun allemaal ingehaald. En vooral die mensen die op een opgevoerde van MOV. Met soort niet eens. Ze trappen niet eens meer. Ze scheuren je gewoon voorbij. In het verlengde daarvan weer is het een kleine stap naar de flitsbezorgers. Want als je zelf te lui bent om op je eigen e-bike te stappen, omdat je je avocado vergeten bent op te halen of te kopen voor de boodschappen, omdat je toevallig geen maaltijdbox hebt, maar zijn er nu al sinds enige tijd natuurlijk de flitsbezorgers. Die je voor een, ja, inderdaad een avocado of een pak havermout of een pak havermoutmelk naar je huis kan laten rijden, omdat je zelf geen zin hebt om van de bank af te komen. En ook dat Het is hartstikke handig, want je hoeft zelf niet meer de deur niet uit. Als je het een beetje handig hebt aangepakt, hoef je de volgende ochtend ook überhaupt niet naar je werk, want je bent al met je 35e met pensioen gegaan. Dat is tenminste wat de FIRE-beweging voorstelt. Dat staat voor Financial Independence Retire Early. En ik heb daar een tijdje geleden ook over geschreven. Het komt erop neer dat je heel secuur naar je uitgaven kijkt en dan elke maand een bedrag opzij zet en dat belegt. En zodat je dan heel vroeg kan stoppen met werken. En het is dan wel heel handig als je een koophuis hebt en een dik betaalde plan. Maar goed, het is voor iedereen weggelegd. En zeker voor mensen met rijke ouders. En als je dan dus financieel onafhankelijk bent en heel veel tijd hebt, kan je lekker gaan sporten bij Rocycle. Dat is voor de mensen die het niet weten, het is een workout van 45 minuten op de fiets in een hele luxueuze omgeving met muziek. Maar het is natuurlijk nog veel efficiënter als je dat tegelijk kan combineren met een beetje mentaal welzijnswerk. Dit stuk stond onlangs in het Volkskrant magazine, dus ik zal even een klein stukje daaruit citeren. Dat alles en iedereen is amazing. Van de teksten op de spiegels. You are so cool and intelligent and strong and fierce and amazing. Tot de spreuken op de muren. It's what you do in the dark that puts you in the light. Tot de wijsheden die tijdens de lessen om je oren vliegen. Ik zat toen op zo'n fiets bij de ABBA/Queen special. En toen zongen. Ja, dat was wel wat wel leuk was. En toen, het ging op een gegeven moment over een broken heart, of dat iemands hart was gebroken. En toen schreeuwde de instructeur dus door de microfoon: je hart kan niet breken, alleen je verwachtingen kunnen breken. Dus het zit heel erg dat emotionele beleving. Dus ook een soort van emotionele massage tijdens die fysieke afzien. En in die 45 minuten verbrand je dus een optimaal aantal calorieën. Je traint je hele lijf. Je hebt plezier. Je werkt aan je geestelijke gezondheid in een exclusieve setting. Een soort van clubgevoel erbij. Je wordt omgeven door mensen die net zoals jij zijn. En alles midden in de stad. Het is veel efficiënter en productiever wordt sporten niet. Wat al die dingen volgens mij een beetje met elkaar gemeen hebben. Dus die maaltijdboxen, die e-bikes, het FIRE, dat Rocycle, die flitsbezorgers en ook dit weer, is dat ze allemaal op hun eigen gebied dingen terugbrengen tot een bepaalde essentie. En ze filteren eigenlijk de pap, zodat alleen nog maar de krenten overblijven voor ons. Al het voorwerk is gedaan en wij hoeven alleen nog maar te oogsten. En ze optimaliseren onze levens. Het is handig, het is efficiënt. En bij alles denk je, oh ja, misschien wel, ja. En ze leveren twee dingen op. Het eerste is gemak. Het leven wordt gemakkelijker. En het tweede is, ze leveren ons heel veel extra tijd op. Als je namelijk alles efficiënt doet zoals zij dat willen, dan heb je zeeën van tijd. Die we gewoon hebben gewonnen door anders te koken, te sporten. Maar wat doen we met die gewonnen tijd? We pakken er niet inderdaad de klimaatproblemen mee aan, of armoede en ongelijkheid bestrijden. We kijken waarschijnlijk gewoon nog meer op onze telefoons. Naar TikTok, YouTube en ja, met al die gewonnen tijd. Daar gebeurt niet zoveel mee. Het is dus ook een beetje een soort van holle winst. En dus behalve die winst van die tijd levert volgens mij dat manisch najagen van alles, dat alles productief en efficiënt moet zijn en optimaal, weinig op. En ik denk juist ook dat het ze
ze problematiseren ook dingen die niet per se een probleem zijn. Koken of zelf boodschappen doen of een boek lezen of fietsen zonder trapondersteuning. Dat ging altijd, volgens mij altijd wel prima. Dus er worden eigenlijk oplossingen voor onze neus gegooid voor problemen, voor valse problemen, voor problemen die we niet hebben. En ondertussen verliezen we ook wat met al die dingen die we zo najagen. We verliezen volgens mij ook de kunst van het aanrommelen en van het verdwalen en van het afzien, van proberen en van mislukken, van prutsen en vervelen, van ergens aan beginnen zonder dat je weet of het wel iets gaat worden. En wat je ook daarbij allemaal gaat leren. Dat worstelen hoort bij het leven. Het beloning van iets niet alleen in het resultaat zit wat je eruit haalt, maar ook in het werk dat je erin hebt gestopt. En ik denk dat al deze ontwikkelingen die ik net een beetje schets ook ons niet tot betere mensen maken. Ze stellen het individu centraal en ze parasiteren heel erg op gemakzucht en luiheid. En doen ons ook misschien een beetje geloven dat ook de rest van onze leven zo maakbaar kunnen of moeten zijn over liefdes, vriendschappen, ouderschap. Ze gaan ten koste van onze wilskracht en onze onafhankelijkheid en misschien nog wel het allerergste van onze fantasie. Ze geven ons het gevoel dat het leven niet saai, doelloos en langdradig en totaal niet efficiënt is vaak. En dit zeg ik met het grootste respect voor hoofddeksels en derde graads bloedverwanten, maar dat is dus de pet van Tante Jet is precies dat. Het is saai, doelloos, langdradig en totaal niet efficiënt. Dus toen ik die vriendin die dat filmpje doorstuurde, die ik heel lang niet had gesproken, zij werkt nu in het onderwijs, vroeg van, was dit het? Was dit echt wat we dan deden s'avonds? En was er niet een, wat was het een, had het niet een doel? Of toen zei ze van, dit was het. Ja, dit was het. Ze zei echt, het is een makkelijk spel, zei ze, zonder verliezers. En ze zei, ze werkt met kinderen, maar het geeft wel een gevoel van saamhorigheid. Dus ik dacht van, misschien zouden we daarom wat vaker de pet van Tante Jet moeten spelen. Dank jullie wel. Dankjewel, Julie en Altaïsius.